Het is zover, de Kids Klimaat Experience. Samen met astronaut André Kuipers. André, nou, die zal zo meteen wel landen. Boswachter Arjan Posma en klimaatdeskundige Margot Ribbering gaan we het hebben over het klimaatprobleem. En we gaan uitvinden wat we daar samen aan kunnen doen. Maar dat is nog niet alles, want ik geef ook een workshop klimaatvloggen. Ik heb er zin in! Hoi! We zijn vandaag op de... Kids Klimaat Experience! Yay! André! André! God, waar zit die man? André! Oh, jeetje, daar is die! Terug op aarde. Wow, terug op aarde. Wow, André, hoe was het daarboven? Fantastisch. Ja, het zweven is heerlijk. Wordt niet meer vastgeplakt. En natuurlijk fantastisch uitzicht over die planeet. Hè. Ja, vertel eens, hoe ziet het daaruit daarboven? Ja, het heelal zelf is natuurlijk pikzwart. Heel dreigend, koud, leeg. En dan kijk je naar die aarde, dat is een soort oase. Een heel dun dampkringetje. Ik denk, oh, als ik hard blaas, blaas ik zo die hele dampkring eraf. En wij mensen hebben te maken met klimaatveranderingen. Zie jij daar dan van bovenaf ook wat van? Ik zie meer en meer woestijnen bijvoorbeeld. Terwijl de bevolking op de aarde groeit. Iedereen wil natuurlijk zoet water. Iedereen wil energie. Iedereen wil mobiel zijn en wil vervoer hebben en eten. Ja, en dan moeten we toch wel iets op gaan verzinnen. Dat het allemaal kan op deze kleine planeet. Dus echt alles wat we hebben. We kunnen niet even ergens anders zijn. Dankjewel, André. Hey dames, ho, wacht eens eventjes. Vraagje, hebben we een leuke dag tot zover? Ja. Ja? Vind je dat ook? Ja, het is echt heel leuk. En ik heb André Kuipers een high five gegeven. Nee joh! Hij liep langs. Wat een stoere man. Jazeker. En dan hoor ik de hele tijd iedereen praten over duurzaam. Maar wat is nou duurzaam? Dat het goed voor het milieu is. Ja. En noem eens een voorbeeld, wat is nou duurzaam? Dus in plaats van met de auto met de fiets gaan of lopend. En doe jij al iets aan een beter klimaat? Nou, wij proberen minder lang te douchen. En mijn vader en moeder willen allebei een elektrische auto, omdat ze dat veel beter vinden. En mijn moeder houdt van groen in de tuin, dus dat vindt ze heel leuk. En daardoor hebben we ook veel meer groene planten in de tuin. Oh, wat goed joh. Hey, en hoe vond jij het vandaag? Leuk, maar we hebben nog geen workshop gedaan, dus dat gaan we zo meteen doen. Welke ga je doen? Klimaatvlog, iets met bij mij. Echt? Is dat bij jou? Ja. Echt? Ja, is dat goed? Ja. Ja? Ja. Nou, zullen we die kant op dan? Ja. Kom, loop met me mee. Gaat het goed hier, meiden? Gaat het goed hier? Gaat het wel top. Ja? Oké, nou laten we even samen de intro doen van jullie vlog. 3, 2, 1, actie. Hoi, welkom bij Tosties. Hey! Wauw, wat een toffe dag was dit zeg. We kunnen dus echt zelf iets doen aan een beter klimaat. Ik moet je zeggen, alle workshops waren een grandioos succes. En de fantastische vlogs die gemaakt zijn tijdens mijn workshop, die komen vanaf volgende week online. Zorg dat je niks mist!